Hallo en welkom bij de 5e aflevering van de Pratende Adventskalender. Ik ben Carina en ik ben zo blij dat jij weer luistert. Het is vandaag 5 december en de feestdagen zijn nu echt in volle gang. Vandaag wil ik het hebben over een onderwerp dat vaak over het hoofd wordt gezien tijdens deze drukke periode. Zelfzorg en het vinden van rust te midden van alle feestelijkheden. De feestdagen zijn een tijd van geven, feestvieren en samen zijn met geliefden. Maar ze kunnen ook behoorlijk overweldigend zijn. Van het plannen van feestelijke maaltijden tot het vinden van het perfecte cadeau. Het lijkt alsof er altijd wel iets te doen is. Terwijl we bezig zijn met het vervullen van verwachtingen en het creëren van de perfecte feeststemming, vergeten we soms om voor onszelf te zorgen. Maar het is juist zo belangrijk om ook tijd voor jezelf te nemen. Een paar jaar geleden herinner ik me een kerstperiode waarin ik volledig overweldigd raakte. Ik was bezig met de voorbereidingen voor een groot kerstdiner. Het kopen van cadeaus, het organiseren van een feest, alles moest perfect zijn. Toen op een gegeven moment de stress te veel werd, besefte ik dat ik mezelf compleet was vergeten. Ik had geen moment voor mezelf genomen om gewoon te ontspannen en energie op te laden. Dat was het moment waarop ik besloot om een nieuwe traditie te starten. Elke dag een klein moment van zelfzorg inbouwen. Of het nu gaat om een paar minuten meditatie, een wandeling in de frisse lucht, of gewoon een rustig moment met een goed boek en een kopje koffie. Het hielp me om weer in balans te komen en de feestdagen met meer plezier te beleven. Het herinnerde me eraan dat het belangrijk is om ook voor jezelf te zorgen, zodat je ten volle kunt genieten van alles wat de feestdagen te bieden hebben. Vandaag wil ik je aanmoedigen om je eigen momenten van zelfzorg te vinden tijdens deze feestperiode. Ik heb een paar ideeën om je op weg te helpen. Begin je dag met een moment van stilte. Neem even de tijd om rustig te ademen en je gedachten op een rijtje te zetten voordat je aan de dag begint. Plan korte pauzes in. Of je nu werkt of bezig bent met feestelijke voorbereiding, zorg ervoor dat je regelmatig even pauzeert en iets doet dat je ontspant. Doe iets creatiefs. Tekenen, schrijven of een andere creatieve bezigheid kan een goede manier zijn om je dachten te verzetten en je geest te verfrissen. Verbind met anderen. Soms kan een kort telefoongesprek met een vriend of familielid je humeur een enorme boost geven en je herinneren aan de dingen die echt belangrijk zijn. Ik hoop dat mijn tips jullie kunnen helpen en dat jullie goed voor jezelf zullen zorgen. Dat was het voor vandaag. Ik hoop ook dat je geïnspireerd raakt om wat extra en liefde en aandacht te delen voor deze feestdagen. En zorg goed voor jezelf. Bedankt voor het luisteren en ook bedankt voor het meedoen aan mijn adventskalender. Ik kijk er naar uit om je morgen weer te verwelkomen voor nog meer kerstvreugde en nog meer verrassingen.
Tot dan en fijne feestdagen!